En zij, en er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de grote menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggen ze tot elkander. Ziet, zijn niet deze allen die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parten en Meders en Elamieten en de inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië en Pontus en Azië en Frigilië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het wel bij Cyrene ligt, en de uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Pinksteren wordt vaak genoemd het feest van de kerk. Daar wordt dan niet mee bedoeld dat Pinksteren gevierd wordt door de kerk, want dat geldt van alle feesten. Ze worden allen gevierd door de kerk. Al doet de wereld er dan soms min of meer aan mee, zoals vooral bij het kerstfeest het geval is. Nee, wanneer Pinksteren het feest van de kerk genoemd wordt, dan is daarmee de bedoeling dat dit feest betrekking heeft op de kerk. En dat wat dat van te maken heeft, en dat het te maken heeft met de kerk, dat het gericht was op de kerk die er toen al was. Nu wordt er ook wel eens gezegd dat Pinksteren, dat op Pinksteren de kerk geboren is, zodat dus de kerkgeschiedenis met Pinksteren zou beginnen. Dat is echter wel ten dele waar, maar toch niet geheel, want in onze catechismus gevraagd wordt, wat gelooft gij van de algemene, heilige, algemene christelijke kerk, dan luidt het antwoord dat de Zoon van God zich een gemeente van het begin der wereld aan, tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. Eigenlijk is de kerk er dus al van het paradijs af. Hetzelfde staat ook in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Deze kerk is geweest van het begin der wereld af en zal tot het einde toe zijn. Maar daarmee is toch niet alles gezegd. In de tijd van het Oude Testament bestaat de kerk, althans vanaf Abraham, vrijwel uitsluitend uit Israëlieten. En dat niet alleen, ze leidt ook nog geen zelfstandig bestaan. Ze valt eigenlijk samen met de staat Israël. Dat heeft eeuwenlang zo geduurd. Dat was ook nog zo tijdens Jezus' omwandeling op aarde. Maar dan begint de verandering toch al te komen. De Heer Jezus vergadert een kring van discipelen om zich heen. En al hebben vooral in het begin die discipelen nog allerlei banden met het Joodse volk, ze beginnen toch al meer een eigen zelfstandige kring te vormen. Heel duidelijk zien we dat in de verschillende paasverhalen. Met Pinksteren komt er echter een grote verandering. We noemden het zo net al, Pinksteren, het feest van de kerk, want er gebeurt iets met die kerk. De kerk ontvangt de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest, die door Christus gezonden wordt, en in wie Christus zelf vertegenwoordigd is, de kerk in de eerste plaats, de apostelen, maar evengoed de anderen vervult en aangrijpt en meeneemt in het werk dat Christus, de verhoogde Heer, gaat doen. Die verhoogde Heer heeft de wereld op het oog. Hij wil die wereld veroveren en binnen zijn lichtkring brengen. En daarom gaat hij
door zijn geest de kerk vervullen om vanuit de kerk te kunnen werken en om die kerk tot instrument te maken. Christus gaat dus alle uitverkorenen Gods, die overal in de wereld wonen, verzamelen in zijn kerk. Die komst van de Heilige Geest in de kerk wordt verteld in de eerste vier versen van Handelingen 2. In het slot van vers 4 was al duidelijk merkbaar waar het om ging. Zij begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. Twee keer dus het woord spreken. Dat wil zeggen, het moest naar buiten, het mocht niet binnen blijven. Niet binnen het hart en niet binnen de kerk, het moest eruit. En nu vertelt ons, onze tekst ons, de uitwerking daarvan. Wat waren de gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest? Wat kwam er voort uit dat spreken van vers 4? En dat dus het woord spreken komt immers tweemaal voor, tegelijk een spreken van de Geest en een spreken van de kerk kan worden genoemd. Die gevolgen kunnen worden samengevat in de woorden: de stroom stort zich uit. Wat met die stroom bedoeld wordt, zal duidelijk zijn. Het is de stroom van het heil, van de genade. Die stroom was van tevoren, om zo te zeggen, afgedamd. Ze kon niet verder, hoogstens druppelsgewijs, maar veel meer kwam er niet van terecht. Maar nu, na het Pinksterwonder, gebeurt er wat. De stroom breekt de dammen door de dammen heen en stort zich uit over de velden. Over de velden van de wereld en van de mensen. Onze tekst laat ons zien dat het bij zich uitstorten van de heilstroom twee dingen gebeuren. Eén, de bedding wordt verbreed. En twee, de bedding wordt verdiept. De stroom stort zich uit. Dit kon bij de geboorte van Jezus toch niet echt gezegd worden. Er waren wel mensen aan wie de geboorte werd bekendgemaakt, maar het waren slechts enkelingen. Jozef en Maria waren erbij betrokken. De herders hoorden de boodschap van de engelen. Simeon en Anna ontmoetten het kind in de tempel. De wijzen uit het oosten werden door de ster getrokken. Maar daar blijft het dan ook bij. En de rest van de mensen heeft er weinig notitie van genomen. Bij de opstanding van de heiland was er ook geen stroom die zich uitstortte. Zeker, het was wel wat beter dan bij de geboorte. Er waren discipelen, er waren Emmausgangers, er waren vrouwen, er waren later, zoals Paulus ons vertelt, zelfs 500 broeders tegelijk aan wie Jezus verscheen. Maar het was toch maar erg beperkt en ze zaten ook nog maar liefst bij elkaar op een afgesloten, beschutte plek. Nee, veel verder kwam de heilstroom nog niet. Maar nu, op de Pinksterdag, is het heel anders. Een hele volksmenigte komt erbij te pas. We lezen in onze tekst dat de menigte te hoop liep en zich verbaasde. Waarom die menigte te hoop liep, wordt er ook bij verteld. Toen dit geluid gekomen was, was dit geluid, wat zeker niet bedoelt, het spreken van apostelen met andere tongen. Dat spreken zal niet zo ver geklonken hebben. Het geluid is ongetwijfeld hetzelfde waarvan in vers 2 wordt gesproken. Eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. We zullen ons de situatie wel zo moeten voorstellen. De gemeente dus, niet alleen de apostelen, maar alle in Jeruzalem aanwezige volgelingen van Jezus, mannen en vrouwen, waarschijnlijk een paar honderd personen, was bij elkaar. Waar? In vers 2 staat dat zij gezeten waren in een huis. Dat kan niet een particulier huis zijn geweest, maar daarmee moet de tempel worden bedoeld, die vaak
huis genoemd wordt. En dan natuurlijk niet het eigenlijke tempelhuis, het heilige, waar immers alleen de priesters mochten binnenkomen, maar het gehele tempelcomplex met de voorhof erbij. Hoe ze daar nu zaten, in die voorhof, of er banken stonden, of dat men stoelen meebracht, weten we niet. Maar ze zaten er, 's morgens vroeg al, ongeveer om 9 uur, en daar hadden de tekenen plaats. Ook dat indrukwekkend geluid van de windvlaag. Dat geluid, op dat geluid lopen de mensen te hoop. Ze zijn immers al in de buurt, vlakbij of wat verder af in de voorhof. Wat voor mensen zijn het? Zijn het heidenen? Zijn het onbesnedenen? Wordt hier de profetie vervuld dat de valken de wortel van Isaï zullen zoeken? Die zal staan als een banier der natiën, zoals Jesaja voorspelde. Ja, dat heeft wat hier gebeurde wel wat mee te maken, maar een rechtstreekse vervulling is het toch niet. Want rechtstreeks gaat het helemaal niet over de heidenen, maar over de Joden. Intussen daarmee is niet alles gezegd. Het waren Joden, maar wat voor Joden? Uit Jeruzalem? Die zullen er zeker wel bij geweest zijn, maar dat spreekt zo vanzelf dat ze niet eens genoemd worden. Er waren echter vele anderen, wel Joden, maar uit de vreemde, uit allerlei landen. Er worden er zelfs 15 genoemd. We weten dat sinds de Babylonische ballingschap de Joden verspreid waren over de hele destijds bekende wereld. Eerst gedwongen, maar later ook vrijwillig. Hun hart hing echter nog aan Jeruzalem en aan de tempel. Daarom worden ze ook vroom genoemd. Dat betekent niet direct godvrezend. Dat zou een te mooie verklaring zijn, maar de wet onderhoudend, meelevend, zouden ze wel kunnen noemen. Waar bevonden deze mensen zich nu in Jeruzalem? De redenen zullen voor hen allen wel niet geheel gelijk zijn geweest. Het is niet mogelijk om daar erg diep op in te gaan, maar een nauwkeurige bestudering van de tekst brengt ons tot de conclusie dat er verschillende groepen moeten zijn geweest. Er wordt eerst gesproken van Joden uit alle volken onder de hemel, die te Jeruzalem woonachtig waren. Dat zijn dus mensen die lang in een ander land hadden gewoond, maar aan het einde van hun leven, laten we zeggen nadat zij hun schaapjes op het droge hadden, naar Jeruzalem getrokken zijn om daar hun laatste levensdagen door te brengen. Daarnaast wordt in vers 9 gesproken van de inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia enzovoort. Dat zijn dus mensen die daar nog woonachtig zijn, maar alleen om feest te vieren naar Jeruzalem zijn afgereisd. Dat inderdaad zulke feestgangers bedoeld zijn, is alleen hier al uitduidelijk dat bij deze groep ook Judea genoemd wordt. En die Judeërs zullen toch zeker niet naar Jeruzalem zijn verhuisd. Ze wonen immers al dicht in de buurt en dan is er waarschijnlijk nog een derde groep, omdat er in vers 10 gesproken wordt van de hier verblijvende Romeinen. Dat zijn dus mensen die niet uitsluitend voor het feest gekomen waren, maar wat langer in Jeruzalem bleven, maar die toch in Rome of elders in Italië hun woonplaats hadden en daar ook weer naar wilden terugkeren. Al deze mensen uit 15 verschillende landen of landstreken, geboren Joden en ook proselieten, dat wil zeggen heidenen die tot de Joodse godsdienst waren overgegaan, lopen te hoop naar de plaats waar de gemeente zich bevond en waar het geluid van de stormwind gehoord en worden dan ten hoogste verbaasd. En daar gaat het nu om, want een verbazing wordt gewekt door het feit dat een ieder van hen de apostelen en andere gemeenteleden hoorden spreken in hun eigen taal.
Dat was een compleet wonder. Want hoe spraken de apostelen? Dat is niet zo makkelijk te zeggen. Ze spraken in 15 verschillende talen. Er is geen enkele reden om dat te veronderstellen. Integendeel, als dat het geval geweest was, zou dat de grootst mogelijke verwarring hebben gegeven. Stel u eens voor, 15 talen door elkaar heen. Niemand zou er met iets van hebben verstaan. Maar de Bijbel zegt ook niet. In vers 4 is gezegd dat apostelen spraken met andere tongen. Dat is niet hetzelfde als in andere talen. Nee, het gaat om andere tongen, anders sprekende tongen, andere klanken. Het gaat om wat wij vaak met een vreemd woord glossolali tongenspraak noemen. En spreken in vreemde klanken, zoals bijvoorbeeld de gemeente van Korinthe ook vaak voorkwam, blijkens Paulus in de eerste brief van Corinthiërs. Ik ben het daar niet mee eens. De discipelen die spraken gewoon in hun eigen taal en ze verstonden het. En de mensen verstonden het in hun taal. Maar God bestuurde het op de Pinksterdag zo dat al die vreemdelingen deze klanken beluisterden als hun eigen taal, als de taal van het volk waaronder ze zo lang hadden verkeerd, als de taal van het land waar velen van hen geboren waren, waar hun kinderen waren opgegroeid met andere kinderen die de landstaal spraken. Zo moeten we dus denken aan een spreekwonder en een gehoorwonder. Een spreekwonder dat God werkte bij de apostelen en een gehoorwonder dat hij werkte bij al die Joden uit vreemde landen. Het staat er immers ook letterlijk 2 maal toe. Wij horen hen in onze eigen taal spreken. Maar nu moeten we de voornaamste vraag stellen. Wat is de betekenis van dit spreken gehoorwonder? Was het beslist nodig dat het zo toeging? Menselijkerwijs gesproken helemaal niet. Al deze Joden kennen zonder enige twijfel Grieks. En met deze taal kon men in die tijd overal terecht. En zeer waarschijnlijk kenden ze ook allen de Aramese taal, die in Jeruzalem doorgaans werd gesproken. Wel nu, de apostelen kenden ook Aramees en vast en zeker ook wel Grieks. Als ze dus Aramees gesproken hadden, zouden ze door iedereen zijn verstaan. Als ze Grieks gesproken hadden, zouden ze ook door iedereen zijn verstaan. Maar Petrus even later zijn reden gaan houden, spreekt hij ook maar in 1 taal, namelijk het Aramees. En dat geeft geen enkele moeite met het verstaan. Waarom dan dit wonder? Waarom dit horen van die 15 talen? Waarom de verbazing en de verwondering? Was het nodig? Nee, het had het er opperbest zonder gekund. Het was een luxe. Zuivere luxe, uitbundigheid, weelderige versiering. Maar de goddelijke luxe, de goddelijke uitbundigheid, niet zomaar, niet voor de aardigheid, maar met een diepe goddelijke bedoeling. De stroom van het heil stort zich uit en dan moet onmiddellijk de bedding worden verbreed. Die bedding was dus tot dusver maar smal geweest. Er was maar 1 heilige taal en maar 1 heilig land. Er was maar 1 heilige stad, er was maar 1 heilige plaats, de tempel. Er was maar 1 heilig volk. En wat daar buiten viel, betekende niet veel. Het betekende voor het koninkrijk van God weinig of niets. Dat wordt nu op Pinksteren radicaal anders. De bedding van de stroom van de genade verbreedt zich. De stroom gaat nu de wereld zoeken. Die wereld is immers Gods wereld. Die stroom gaat nu de volken zoeken. De volken zijn immers Gods volken. Nee, het is waar. Op de Pinksterdag zijn de verschillende volken nog niet vertegenwoordigd.
Het zijn behalve enkele jodengenoten of proselieten allemaal volbloed joden die hier op het tempelplein aanwezig zijn. Maar het zijn joden die verspreid hadden geleefd of nog leefden onder de volken en die de taal van die volken kenden en dus de volken konden vertegenwoordigen. En die buitenlandse joden is de volkenwereld, de heidenwereld aanwezig. En zo bereikt de stroom der genade ook die volken. Hier vinden we weer het voorspel van de zending. Van dit voorspel zal spoedig worden gevolgd door de volle koraal. Denk het u goed in, gemeente, wat dit talenwonder voor de mensen betekende. Een heel nieuwe wereld opende zich voor hen. De talen van de volken te midden van waar zij geleefd hadden, waren goed genoeg voor het gewone leven, voor de handel drijven en geld verdienen en het dagelijks omgaan. En verder werden die talen gebruikt voor de heidense godsdiensten, die toch maar vals waren. Het ging over de ware dienst van God. Dan waren al die talen onbruikbaar en waardeloos. Dan was er maar één heilige taal, het Hebreeuws. Nu wisten ze echter niet wat ze hoorden. De grote daden van God, we komen er straks in de tweede punt nog nader op terug, wat daarmee bedoeld wordt, worden zomaar in een of andere landstaal en in een of ander dialect naar voren gebracht. Wat een geweldig perspectief zit daarin voor ons. Zeker wij staan er vandaag anders voor dan die buitenlandse joden op de Pinksterdag. We zijn niet meer verbaasd en buiten onszelf van verwondering als we in allerlei talen horen spreken over God en de Heer Jezus en over de Bijbel. We zijn daaraan gewend geraakt door ons zendingswerk. En wij spreken nog wel eens van de heilige stad en het heilige land en misschien een enkele keer van het Hebreeuws als de heilige taal, maar dat is meer een spreekwijze geworden dan dat we er zulke diepe betekenis in leggen. We weten al te goed dat andere volken en andere talen voor God alle mens waardeloos zijn. Onze verbazing is er dus niet, maar dat houdt allerminst in dat wij uitgedacht en uitgebraad zijn over dit talenwonder. En het houdt nog veel minder in dat dit talenwonder, om zo te zeggen, uitgewerkt is. En dat wij er geen roeping meer in zouden ontdekken. Nee, deze luxe, deze uitbundigheid van God en het uitstrooien van die 15 talen over de tempelpleinen in Jeruzalem is boordevol van roeping, van zendingsroeping. God heeft daardoor de apostelen en de kerk van alle eeuwen en dus ook de kerk van vandaag als in een flits, als in het felle licht van een bliksemstraal laten zien. Daar moet hij heen, naar al die volken en naar al die talen, want ze zijn van mij. U mag ze niet links laten liggen. U mag niet uw eigen leventje leven, ook niet uw eigen christelijk leventje. U moet erop uit. De grenzen over, de landen in, want de bedding van de stroom der genade is verbreed en moet nog al breder worden. Zijn we daar misschien bijna mee klaar, zodat het alleen om de restantjes zou gaan? Zo staat het er in de verste verte niet. We hebben soms bijna het gevoel dat we nog maar aan het begin staan. De wereldbevolking stijgt al sneller dan het aantal christenen. Als het zo doorgaat, nu vormen de christenen in het jaar 2000 en daarna volgens de berekening een zesde deel van het aantal inwoners van de aarde. Terwijl hun aantal nog bijna een derde is. Of, om een ander voorbeeld te noemen, hoezeer het zendingswerk op Java ook gezegend is, het aantal christenen op dit volksrijke eiland vormt nog steeds niet 1% van de bevolking. Het blijft er nog vrij ver beneden. Nee, we zijn er nog lang niet. In de islam met zijn 400 miljoen aanhangers is eigenlijk nog geen rest geschoten. In het
ontzaglijke Chinese rijk is misschien 1% van de 100 miljoenen bevolking. Miljard ondertussen. In Japan nog minder dan 1%. De islamieten sturen ieder jaar 4000 zendelingen naar Afrika. En op één Afrikaan die christen wordt, worden er 14 islamiet. Wat moeten we dan? Laten we ons laten ontmoedigen en zeggen, laten we ons maar niet te veel inspannen, want we kunnen er toch niet tegenop, of juist andersom. Op het Pinksterfeest ons laten opwarmen door het wonder van God, door de spreek- en gehoorwonder, die door goddelijke uitbundigheid, door die 15 talen, op het Jeruzalemse tempelplein. Misschien moeten we gewoon naar God luisteren en zijn wil doen. En hem zoeken wat hij wil doen. Niet ons menselijk denken over de zending. Breng het verder. En dan moet grijpen en bedenken. God heeft 15 talen bij wijze van wonder doen klinken op de eerste Pinksterfeest. Maar diezelfde God zal ons ook willen helpen om diezelfde of in andere talen zonder spreekwonder en zonder gehoorwonder zijn grote werken te doen weer klinken. Dat is dus de vraag of dat zo is. Hebben we God gevraagd? Er is wel een groot verschil. Toen kwamen de talen zomaar in Jeruzalem. Nou, nu komen ze ook allemaal hier weer in Nederland. Nu moeten wij naar de talen toe. Nu moeten we ze leren onder de knie te krijgen. Nou, nu al niet meer. We worden bekeerd door de islamieten. Dat kost veel arbeid en studie en inspanning. En onze zendingsarbeiders hebben het daar niet altijd gemakkelijk mee. In sommige zendingsgebieden moeten er zelfs twee talen geleerd worden. De officiële taal en de spreektaal. Maar het moet gebeuren, want die taal is de uitdrukking van de volksziel. En door die taal moet de volksziel bereikt worden. En die taal moet op verschillende manieren gebruikt worden. Er moet in gesproken worden. Er moet in geschreven worden. Er moet een bijbels in gedrukt worden. Er moet een goede christelijke lectuur in verschaft worden. En gedistribueerd worden. Werkt u mee en bidt u mee voor die enorme arbeid van zending en bijbelgenootschappen. Voor die arbeid die in het verlengde ligt van Gods talenwonder in Jeruzalem. En staat u erachter met uw hele hart. Want is het niet iets heerlijks? De berg van de stroom der genade wordt steeds breder. Dat leert de Bijbel echter niet, meneer Hommers. Voor we van dit eerste punt afscheid nemen, nog één ding. We gaan al die 15 landen die in onze tekst genoemd worden, niet één voor één bekijken. Maar één ervan willen we toch even uithalen, namelijk Judea. Merkwaardig, Judea, het land van de Joden. Het staat niet helemaal vooraan. Het staat er maar tussen, de andere 14 in. Maar het staat er toch bij. Mogen de Joden bij ons zendingswerk, bij onze lectuurwerk, bij onze taalarbeid vooral niet vergeten. Ze hebben hun voornaamste plaats zelf verloren. Ze worden opgenomen in de rij van volken. Maar ze hebben in die rij toch weer een eigen bedding. Van de stroom der genade wordt wel verbreed, maar niet verlegd. Ook de Joden blijven erbij betrokken. Nadat we zo in de eerste plaats hebben gezien dat bij de uitstorting van de stroom der genade op het Pinksterfeest de bedding werd verbreed, moeten we er in de tweede plaats ook nog op letten dat de bedding tegelijk werd verdiept. Het is prachtig dat we ook in onze tekst lezen. Verbreding zonder verdieping is altijd gevaarlijk. Dan is er gevaar voor oppervlakkigheid. En daar moeten we in de kerk en in ons christelijk leven vuur bang voor zijn.
dat dan kan het allemaal wel mooi lijken, maar dan gaat het wezen, de pit eruit. Nu, dat is op Pinksteren beslist niet het geval. De verdieping van de genadestroom komt in onze tekst op twee manieren tot uiting. De samengestroomde Joden op het tempelplein riepen: zie, zijn niet deze allen die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan in onze eigen taal de grote daden Gods spreken? Daar zitten twee dingen in. In de eerste plaats verwonderen zich de Galileërs dat Galileërs daar spreken. En in de tweede plaats leggen ze er nadruk op dat ze spreken van de grote daden Gods. Wat het eerstgenoemde betreft, het is wel wat merkwaardig dat de feestgangers vragen: zijn niet allen deze die daar spreken Galileërs? Waaraan wisten ze dat? Ze kenden de volgeling van Jezus zo goed, of hoorde men aan hun uitspraak dat Galileërs waren. Het zou werkelijk zo geweest zijn dat de gemeente alleen uit mensen bestond die afkomstig waren uit Galilea? Zouden er helemaal geen inwoners van Jeruzalem zijn bij geweest? Het antwoord op deze vragen zal wel moeilijk zijn. Dat de feestgangers over het algemeen goed op de hoogte zijn geweest van alles wat er met Jezus was gebeurd. Dat klopt ook met wat de Emmausgangers tegen Jezus zeggen als hij zich op de weg bij hen voegt: zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen geschied is? Ze wisten dus ook wel dat de prediking van Jezus in Jeruzalem weinig invloed had gehad en dat zijn meeste aanhangers uit Galilea kwamen. Ze kenden ook de apostelen en hebben toen maar een hele gemeente voor Galileërs uitgemaakt. Daarin schuilt dus enige overdrijving, maar omdat er toch vast wel enige Jeruzalemers bij zullen zijn geweest. Maar dat was dan een opzettelijke overdrijving die voortkwam uit de soort van verachting. Zijn maar Galileërs. Maar juist daarom te meer zijn ze buiten zichzelf van verwondering. Zijn die eenvoudige Galileërs, die boeren en die vissers en die tollenaars aan het profiteren, aan het spreken over de grote daden van God? En daar hebben we dan de verdieping van de bedding van de genadestroom. Als de geest in de gemeente gekomen is, gaan ze allen spreken en komen ze allen in actie. Niet alleen de leiders, maar ook de eenvoudige lieden. Ieder lid wordt mondig en het woord leken is eigenlijk contrabande. Het hoort bij de kerk niet thuis. U voelt zich toch geen leken in de kerk, broeders en zusters? En jullie toch ook niet, jongens en meisjes? U komt toch alleen in actie voor Jezus? U bent toch lid van de Pinksterkerk? U staat toch niet aan de kant en u reist toch ook voor de Heer Jezus? U zegt toch niet: laat de dominees en de ouderlingen het maar doen, want u moet het even goed doen. Een paar jaar geleden ontmoetten twee christenhouthakkers op Sumatra enkele collega's. Bij het eten gingen ze eerst bidden. De heidense collega's zagen dat en vroegen wat dat betekende. Zo kwam er een gesprek over Jezus. En spoedig daarna werd rondom een kampvuur een samenkomst gebelegd, waar van Jezus werd getuigd en waar 17 mensen zich opgaven voor het dooponderricht. Dat op Sumatra ging, op eenvoudige dorpskappershavens bij het olielampje, met een aantal dorpsgenoten de Bijbel lezen. En verschillende van hen hebben nu al belijdenis gedaan van hun geloof. Op Sumba worden telkens en allerlei plaatsen saaiweken gehouden, waarin vele tientallen gemeenteleden meewerken. En God geeft daarop zijn veel zegen. Dat zijn maar enkele grepen. Overal in de wereld wordt gesproken en getuigd door eenvoudigen. Dat is Pinksteren geweest. Want het is Pinksteren geweest. U moet toch beslist mee. En tenslotte komt de verdieping
van de bedding van genade stroomt daarin uit. Ze spraken van de grote daden Gods. Dat was de inhoud van hun spreken. En daar hadden ze het niet over zichzelf. Over wat ze ondervonden hadden. Over hun gedachten, over hun uitzichten. Maar over de daden van God, wat ze precies gezegd hebben, is niet uit te maken. Daarvan is de uitdrukking van te algemeen. Maar het ging natuurlijk over de Heer Jezus, over zijn komst op aarde, over zijn kruis en opstanding, over de heerlijke verlossing van zonde en dood die hij heeft gebracht en over de redding van de zondaar en van de wereld die er in hem is. De kennis van die grote daden van God brengt de gemeente in verrukking. Ze kan er niet van zwijgen. U toch ook niet? U spreekt toch over en zingt er toch van in de kerk en thuis en overal, in de omgang met anderen, in het sociaal en politieke leven, dan beleven uw zendings- en evangelisatieroeping. Dan viert u echt Pinksteren. Dan wordt ook met uw hart de bedding van genadestroom verdiept.